Brandgevaar, moeten we dat zeg maar veiligstellen? Moeten de voertuigen gestabiliseerd worden? U ziet, er worden allerlei materialen en gereedschappen gebruikt om dit voertuig te stabiliseren. Papa, een lekenpompje. U ziet de zogenaamde getrapte blokken, die worden zeg maar onder het voertuig geplaatst. Dit om te voorkomen dat het voertuig niet meer beweegt, zodat het slachtoffer zo stil mogelijk kan blijven zitten. Dit om eventueel letsel, ja, bijvoorbeeld nekletsel, waarbij zenuwbanen geraakt zijn, om dit zo stabiel mogelijk te houden. Vandaar dat wij dat makkelijk in kunnen beuken. Je ziet de ruimte ontstaan zeg maar, bij de aanstijl. En dat hebben wij straks nodig om de klauwen van de spreider ertussen te plaatsen. Dus je moet er voorzichtig mee omgaan. En de krachten zijn enorm die we daarmee kunnen ontwikkelen. Je ziet, de spreider wordt geplaatst tussen de A-stijl en de deur.